Ik ben Lise Steltvol, ik ben 20 jaar en ik studeer voeding en diëtetiek. Ik doe deze studie omdat ik heel veel interesse heb in voeding en met name plantaardig voeding. Daarom gaan we vandaag ook plantaardig koken, plantaardig lunch maken om precies te zijn. Het zal bestaan uit hummus en een eigen recept die ik vaak maak met tofu. Dus ik hoop dat je het lekker vindt. Ik ben benieuwd. Nou noem jij jezelf geen veganist? Nee, ik hou niet van het woord. Dat is het belangrijkste. Ik vind het woord gewoon niet fijn. Dat is vooral omdat mensen een hele negatieve associatie hebben bij het woord veganist. Laat ik gewoon zeggen van ja, ik eet plantaardig, wat eigenlijk hetzelfde inhoudt. Maar het is gewoon positiever. Veel mensen denken nog dat veel veganisten geitenwolle sokken dragen. En ja, daar voel ik me niet aangesproken bij. Vandaar dat ik het anders noem. Nou, is dit een gedeelde keuken? Maakt dat uit? Ik vind het over het algemeen van niet, maar ik heb een huisgenoot die echt super veel vlees eten. En ja, dan stinkt het echt naar vlees. Bijvoorbeeld, we hebben één buitenlandse jongen. Die is echt gewend om hele botten te gebruiken in zijn vlees. En dat ruikt niet zo lekker. Maar het is, ik neem ze niet kwalijk dat ze vlees eten. Ik vind dat iedereen zijn eigen beslissingen maakt. Maar bij voorkeur niet. Ik had liever een hele plantaardige keuken gehad. Maar daar droom ik nog van. Een eigen keuken. En koop je al je producten biologisch? Zoveel mogelijk. Niet alles. Want ik merk ook wel dat het gewoon een stuk duurder is. Maar ik wil het wel supporten. Want ik heb ook iets van, als je groente en fruit koopt die conventioneel zijn, dan draag je wel bij aan die gifstoffen die in het milieu komen. Maar het kost dus wel meer. Hou je dat geld dan ergens anders vandaan? Nou, ik heb gelukkig een goede baan. En ja, natuurlijk, ik heb ook wel keuzes moeten maken van, nou, zoveel heb ik per maand te besteden. Ik kan het uitgeven aan kleding, ik kan het uitgeven aan uitgaan. Maar daar gaat echt, ja, ik vind het zonde hoeveel geld daarna uitgaat. Ik hoorde, geef maar minder dan 10% van ons inkomen uit aan eten. Dat is super weinig. En voordat we eraan beginnen, wat zit er allemaal in? Wat is het? Nou, op dit broodje zit broccolikiemen met babysla. En een mengsel van tofu, quinoa en een soort plantaardige kaassaus. Wat ik echt super lekker vind, met tahin en met edelgist. En op het andere broodje zit hummus, zelf gemaakt. Gewoon uit basisrecept. Met kikkererwten dus, knoflook. En als extra heb ik erbij gevoegd rode bieten. En door die rode bieten wordt het heel mooi roze gekleurd. Dat geeft wel een leuk effect. Eet smakelijk. Dankjewel, jij ook. Is die gelukt? Ja.